Hallo allemaal, vandaag is het Wereldtoiletdag. Ja, toiletdag. Wat moeten we daar nou bij tekenen? Nou, misschien moeten we gewoon een toilet tekenen. En weet je wat dan ook nog zo is? Daar kunnen best wel eens goede ideeën ontstaan op het toilet. Ja, je zit dan eventjes afgesloten van alles om je heen. En dat is net zoals dat je opeens, tenminste als je in het bos wandelt, dan komen er ook opeens ideeën. Of 's avonds als je in bed ligt, als je net geen agenda bij de hand hebt om dingen op te schrijven of een notitieblokje. Daarom ligt er bij mij op mijn nachtkastje altijd een notitieblokje, zodat als ik opeens 's nachts een idee krijg, kan ik het opschrijven. Ja, op de gekste plekken ontstaan die ideeën. Zo dus ook op het toilet. Laten we daar iets mee doen. Teken je weer mee? Ja, een toilet. Wereldtoiletdag. Ja, we laten eerst eens beginnen met de bril. Zo. En vroeger, zeker oude gebouwen zie je het nog wel, waren die toiletbrillen die waren zwart. Tegenwoordig kun je ze allerlei kleurtjes kopen. En vroeger waren die zwart. Zag je er natuurlijk ook minder vuil op, zullen we maar zeggen. Zo. En hoe ziet zo'n toilet er dan uit? Nou ja, dan hebben we zo de pot natuurlijk. En die staat op een voet, zo. Zo, nou hier die pot is ook nog een beetje zo. Dan hebben we hier een beetje schaduw. En dan zit erachter zit natuurlijk nog een de stortbak. Zo. En natuurlijk de deksel van het toilet, de klep. Ik mag iets groter, zie ik, want anders past die niet. Dan zie ik wel dat mijn stift bijna op is. Dus het wordt een grijzige klep. En anders moet ik hem nog even kijken. Dit zal ook wel schelen, zo. Klep van het toilet. Die stortbak die klopt zo niet helemaal, geloof ik. Laten we hem iets dieper tekenen, zo. Natuurlijk het knopje van het toilet, zo. Nou, kun je hier nog wat schaduw doen, zo. Nou, ik vind dat we zo'n aardig toilet hebben, denk ik. Hier zitten nog knopjes op die steunen weer op de deksel. Nou ja, een toilet. Ja, die hebben natuurlijk tegenwoordig ook nog andere toiletten. Hangtoilet, dit is een staand toilet. Je kan natuurlijk ook daar nog een hangtoilet maken, dan teken je je voeten niet bij. Ik zou zeggen, ga zelf eens aan de slag met een toilet. Misschien moet je eigen toilet verzinnen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen. Volgens mij is er net iemand naar het toilet geweest, zie je dat? Er ligt nog wat in. Zo. Goed. Tot morgen.